Paramaribo staat bekend om zijn historische binnenstad. Jammer dat veel gebouwen slecht onderhouden zijn. Toch zijn er veel bijzondere locaties en gebouwen die de moeite waard zijn om te bezichtigen. In de radio- en televisiespecial Meer dan toerisme maken we kennis met Suriname en in het bijzonder met het district Kommewijnen, het savannegebied en het binnenland. Maar we beginnen in de hoofdstad Paramaribo. In deze eerste aflevering, de City Tour, loopt verslaggever Sam Jones mee met historische stadswandeling. Uniek voor Paramaribo zijn de prachtige oude koloniale gebouwen. De stad staat daarom ook op de werelderfgoedlijst. Een wandeling door deze historische stad is dan ook een must. De City Tour. Onder begeleiding van Catherine Judel van Suriname Tour Agent doet een Nederlands gezin vandaag de stadswandeling. En die voert allereerst naar de Keizerstraat, waar een moskee en een synagoge gebroederlijk naast elkaar staan. Wat u hier ziet is de Neve Shalom Synagoge. De Neve Shalom Synagoge staat er al lang, vanaf 1842, in de koloniale tijd. En de moskee werd in 1984 geopend. Suriname, een land waar verschillende bevolkingsgroepen vredig naast elkaar leven. Maar je ziet ook steeds meer gemengde types. We lopen verder. Een ander pronkstuk op de werelderfgoedlijst in Paramaribo is de Sint-Petrus- en Paulus-kathedraal aan de Drukke Gravenstraat, tegenwoordig Henk Aronstraat. De kathedraal, die sinds 6 april 2014 is verheven tot basiliek, is een van de grootste houten gebouwen ter wereld. Hij werd gebouwd tussen 1883 en 1887 en is ook van binnen van hout. Rood en blank Surinaams cederhout. Als we langskomen is er net een dienst met schoolkinderen gaande. Jammer dat je bij deze citytour niet even naar binnen kan om de gebouwen te bekijken. Tijdens de wandeling komen we verschillende prachtige gerestaureerde gebouwen tegen. Ja, en de Herenstraat. Maar ik laat even zien dat er dus prachtige particuliere panden hier staan die goed worden onderhouden. Zoals de Portugees-Israëlische synagoge die een andere bestemming heeft gekregen. Maar je ziet ook veel vervallen en niet onderhouden gebouwen. Minister Ferdinand Welzijn, die toerisme in zijn pakket heeft, vindt het van groot belang dat de binnenstad goed onderhouden wordt. Wij geven er de voorkeur aan om dus de gebouwen af te stoten aan particulieren die er wat beter profijt uit kunnen halen. Maar wij houden de regels van onder andere UNESCO in de gaten. Ook de overdracht en het verder onderhoud. Daar heeft, moet ik me toch wel haasten om te zeggen, dat er wat financiële middelen zijn vrijgemaakt daarvoor. Wij willen actief ook een bijdrage leveren tot het in een goede staat brengen en houden van die gebouwen. Goed, het is een ons presidentieel paleis. Op het paleis van de president van de Republiek Suriname aan het Onafhankelijkheidsplein prijkte tot een paar jaar geleden nog het koloniale wapen. Sinds 2015 is dat vervangen met het Surinaams wapen. Via de officierswoningen zijn we weer terug aan de waterkant, waar het heerlijk relaxen is onder de amandelbomen met iets fris. Tot zover de eerste aflevering van de RTV Media Special Meer dan toerisme. Dat was een reportage van Sam Jones.